De SP komt ieder jaar met een onderzoek naar de beloning van thuiszorgbestuurders. En wat blijkt? Dit jaar staat Ilko Damen van zorggroep Cordaan bovenaan de lijst. Met niet minder dan 307.000 euro per jaar. Terwijl de overheid keihard bezuinigt op de zorg en de medewerkers er met bosjes tegelijk uit worden gepleurd, graait Ilko Damen rustig verder. Reden genoeg voor ons om op bezoek te gaan bij zorggraaier Ilko Damen. Ilko Damen, Ilko Damen, Ilko Damen 307.000 euro. In deze speciale aflevering van Geen Stijl, zorggraaier. Hebben, geld, 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 hebben. We zijn op zoek naar meneer Damen. Neemt u rustig eventjes plaats en dan kom ik zo direct bij u terug. Ah, man, een kopje koffie, schitterend gebouw, marmeren vloeren, marmeren tafels, mooi. Ja, meneer, vertel. Meneer Damen, dag. Ik heb een uit een vergadering. Ja, geweldig, dank u wel. Gefeliciteerd, u bent met 307.064 euro volgens hen de grootste thuiszorggraaier van Nederland. Ik ben geen graaier. Als je dik 3 ton binnenharkt in de thuiszorg, waar op het moment de mensen met duizenden tegelijkertijd ontslagen worden en steeds minder mensen zorg krijgen. Ja, sorry. Bedoel, als je dan geen graaier bent, dan ben ik benieuwd wat het dan wel een graaier is. Vindt u het zelf ook niet een beetje veel? Het is een bedrag dat tot stand is gekomen op grond van de regels zoals ze in de afgelopen jaren. Ik snap dat het volgens de regels is, maar vindt u het zelf ook niet een beetje veel? Hè? U werkt thuiszorg, ouderenzorg, meeste van Nederland. Vindt u het zelf ook niet een beetje veel? Ik vind dat helemaal geen interessante vraag. Ik vind zelf... Mensen die zien dat er heel veel mensen ontslagen worden in de zorg, dat er wordt bezuinigd, die vinden dat wel een hele interessante vraag. Dus ik vraag u, vindt u het zelf ook niet een beetje veel? Nee, ik vind dat ik mijn werk goed moet doen. En ik doe mijn werk goed. Als mensen vinden dat ik mijn werk niet goed doe, hoor ik het graag. Maar het gaat niet over de vraag wat ik vind van mijn inkomen. Het gaat erom dat ik mij aan de regels houd. Hij houdt zich aan de regels. Maar als je als zorgbestuurder, terwijl er zo hard bezuinigd wordt, echt een wet nodig hebt om te bedenken dat je misschien wel wat minder dan 3 ton kan verdienen, terwijl je medewerkers er met bosjes uit worden getrapt. Ja, dan begrijp je er echt geen zak van. Kunt u zich voorstellen dat heel veel mensen het veel te veel vinden? Ik kan mij de gevoeligheid daarover heel goed voorstellen. Maar ik ben geen politicus, ik bepaal die normen niet, dat doet de politiek. Ja, maar u doet nou alsof u een soort niks aan kunt doen dat u zoveel verdient. Maar u kunt ook zeggen, joh, 2 ton, doe ik ook. Ik zou niet weten waarom ik dat zou moeten doen. Omdat u baas bent van een zorginstelling. Ik vind dat ik me aan de regels moet houden. Ja, dat is alles. Dat is het. Graaien. Is dit nou uniek of zeggen al die graaiers in de zorg van, joh, ik hou me aan de regels en verder sluit zijn ogen? Nee, dat is juist het probleem. Iedereen zegt, wij houden ons aan de regels en daar hebben ze ook gelijk in. Maar ja, daar was dus een wet, PvdA met veel bombarie aangekondigd, plasterkjes zouden topinkomens gaan beperken. Nou, en dan krijg je dus een week voordat het nieuwe jaar begint, stuurt Schippers een briefje naar de Tweede Kamer met als mededeling. Ja, sorry, hard geprobeerd, toch niet gelukt, we proberen het volgend jaar nog een keer. En dus heeft hij dit jaar gelijk, hij houdt zich aan de regels. Kan een bestuurder in de zorg nou niet voor 2 ton zijn werk doen? Dat is toch helemaal geen relevante vraag? Natuurlijk is dat wel een relevante vraag. Dat is een vraag die moet je aan de politiek stellen en niet aan mij. De politiek bepaalt de regels en ik houd me aan die regels. Ja, maar u kunt toch even los van die regels zelf ook denken, hè? En u ziet, er wordt bezuinigd. Bij Cordaan zijn er ook mensen uitgegaan. En dan kunt u toch zelf ook zeggen uit een soort goodwill van, joh, doe mij maar wat minder. Nee, ik vind dat ik me aan de regels moet houden zoals de politiek die stelt. Ik ben helemaal geen zorgraaier, nee. Ik ben helemaal geen zorgraaier. Ik hou me gewoon aan de regels. De politiek heeft aangegeven de salarissen moeten omlaag. Dus ook dat van mij gaat omlaag. En daar hou ik me aan. Als de wet wordt ingevoerd zoals die door Plasterk nu WNT2 is geformuleerd, wordt die dus 1,5 ton. Ja. Die WNT is een jaar uitgesteld, hè, door Schippers en haar kameraden. Ja. Ja. En er zit nog een overgangsregeling in van 1 jaar of 4. Dus dan hebben we het over 5, 6 jaar dat u nog 3 ton verdient. Er zit een overgangsregeling in die betekent, en die is al 2 jaar geleden ingegaan, dat er na 4 jaar in 3 stappen wordt afgebouwd. En dat is wat er bij mij gebeurt. Precies, maar waarom is er nou echt helemaal niks bij u dat u denkt van, weet je wat, die overgangsregeling, laat maar zitten. Ik ga gewoon nu alvast naar dat WNT. Gewoon uit goodwill. Nee. We gaan het hier op straat vragen. Volgens mij is er niemand die het begrijpt. En iedereen zegt al jaren, er moet wat aan gebeuren. En dan waren we zo dichtbij. En dan wordt er nog even snel een briefje gestuurd van, ja, nee, het is toch lastig, want overgangsregelingen, mensen moeten er rekening mee kunnen houden. Ja, ik heb dat verhaal bij die thuiszorgmedewerkers ook nooit gehoord. En die verdienen een stuk minder. Die hebben een stuk meer problemen als ze in één keer op straat gezet worden. En daar is ook geen overgangsregeling voor. Ik denk dat meneer Daan het wel overleeft als hij 1 ton inlevert. Als de politiek daar een uitspraak over heeft gedaan, dan houd ik me aan die uitspraak. En dan laat ik me niet verleiden door u of door wie dan ook om daar afwijkend in te opereren. Ik houd mij aan de regels. En dat u dan de grootste thuiszorggraaier bent, dat neemt u op de koop toe? Ik ben geen graaier, ik ben een bestuurder die zijn werk doet en die zich aan de regels houdt. Pakken, graaien, pakken, pakken.